Hey jongens, ik heb gewoon weer zin om te praten in een camera, dus ik doe het weer. Kleine update met betrekking tot herstellen en mijn overspannenheid, zeg maar. We zijn bijna weer terug bij het nulpunt, in de zin van we gaan weer opbouwen. En in 2017 wil ik echt gewoon vooruit gaan, verder komen dan nu en de afgelopen 8 jaar. Ik heb dus. Hoe heet het? De afgelopen week heb ik. Even kijken. De afgelopen week heb ik. Risperdal geslikt, zeg maar. En dit zijn de laatste 4 pillen. En die bewaar ik lekker. Want ik heb vandaag bij de. Psychiater laten weten dat ik ze niet meer wil slikken. Nee. Want wat is het geval, zeg maar. Ik ben een heel emotionele jongen, zeg maar. Het doel van die pillen is ook dat je, zeg maar, dat hij de scherpe randjes eraf haalt. Dus, hoe heet het? Als ik heel erg doorschiet naar manie, zoals dat heet, zeg maar. Ik noem manie trouwens veel liever chronisch verliefd. Klinkt veel leuker, zeg maar. Of je schiet door in een depressie, zeg maar, wat bij mij bijna heel zeldzaam is, zeg maar. Ik ben eerder geneigd manisch te raken, zeg maar. Maar dan zijn die pillen daarvoor. Nu heb ik ze een paar keer geslikt. Ik had er 15, ik heb er nog 4 over. Gisteren ben ik er een vergeten in te nemen, denk ik, of vandaag in ieder geval. En ik heb gewoon gezegd van, jongens, weet je wat we doen? We kappen gewoon met die pillen. Want ik hang tussen, hoe noem je dat? Tussen vrolijkheid en tussen verdriet in, zeg maar. Maar ik wil of vrolijk zijn of verdrietig en niet ertussenin, zeg maar. Dus die pillen, nou ja, het maakt je een soort robot. Ik heb ook het gevoel alsof die pillen ervoor zorgen dat je geweten ook een rem krijgt. Zeg maar, het maakt me onverschillig. Dat is het goede woord. Die pillen maken me onverschillig. Ik zou zo iemand een klap op zijn bek kunnen geven en dan zou. We zien wel wat er gebeurt. Weet je wel. Zo ben ik niet hoor. Ik ben geen agressieve jongen. Ik zou nooit iemand slaan. Ik heb ook nog nooit iemand geslagen eigenlijk. 31 jaar nog nooit iemand geslagen. Knap. Zou je zeggen. Maar goed, dus daarnaast op werkgebied, zeg maar, ben ik dus aan het opbouwen met een half uurtje per dag, per week. Dan ga ik maandag ga ik naar de 2,5 uur per dag, zeg maar. Maar het probleem is dat ik begin pas 's middags. Dus ik ga morgen even overleggen, toch alweer, zeg maar. Want ik wil dus 's morgens beginnen. Maar dat kan niet op de huidige plek waar ik nu zit. Zoals gewoonlijk ben ik gewoon veel sneller dan mensen om mij heen. Mensen willen graag tankelen, zeg maar dat standje heb ik niet. Ik hou niet van rustig aan. Je holt maar lekker achter me aan. Dus dat. Ik heb ook gezegd tegen de psychiater: kijk, als mensen emotie hebben, dan moet je die gewoon kunnen ervaren. Zeg maar. Want je bent een mens en je hebt emotie. Dus daar hoor je doorheen te gaan. Je moet niet altijd maar een pilletje proppen in je strot. Zeg maar. Om zomaar verder te kunnen gaan. Het is wel ergens goed voor. Ik kan me voorstellen dat als jij in je dagelijks leven een gezin moet draaiende houden, zeg maar. Dat je dan even. Hoe heet het? Dat het dan wel goed is dat je jezelf een soort van verdooft of zo, denk ik dan, weet je veel. Maar ik heb daar niet zo'n zin in. Ik ben een dromer, dus ik wil kunnen dromen. En ik ben een gezelligerd, dus ik wil gezellig kunnen zijn. Ik wil niet flatline. Lijkt me niks. Ik ben uitgenodigd door de psychiater in opleiding. Dus ik heb een behandelteam. En de psychiater in opleiding die had binnenkort is er zo'n soort gesprek, zeg maar, tussen allerlei
psychiaters en zo, die gaan mij, gaan ze interviewen over wat er gebeurd is en hoe ik het ervaren heb en bla 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 bla. Nou, dat doet Patrick graag hoor. In het vragen beantwoorden en in het middelpunt staan. Dus dat is wel weer hartstikke cool. Verder ga ik binnenkort meedoen aan een herstelgroep namens Perspectief. Zeg maar voor mensen die van alles hebben meegemaakt. En ik wil me toch een beetje gaan richten op ervaringsdeskundigheid. En op werkgebied is er nog van alles wat ik wil bereiken, zeg maar. Op naar die miljoen. Later.